Als u hem nog niet hebt gehad op Snapchat, doe het dan zeker even. Ik ben er heel actief op. En daar vlog ik eigenlijk gewoon dagelijks op school en zo. Hopelijk vinden ze dat niet uit. Dat is mooi weer aan de strafstudie. Maar dus op deze foto staat alles. En ja, in de video van vandaag gaan we alles doen. Behalve mijn nieuwe haar tonen. Ik heb nieuw haar, zo ziet het er dus uit. Ik heb ook lekker mijn tandjes gepoetst daarnet. Het was heel leuk. Het had een lekkere muntig smaakje in mijn mond. En het was very nice. Het was leuk. Hey, oh, ik heb een jack. Ik drink ook al een maand geen frisdrank meer, dus water is goed. En ja, als ik aan de video wil beginnen, dan moet ik gewoon een hele setup klaarmaken. En dat moet ik elke dag doen. Elke dag per video opnieuw heel die setup in mijn kamer veranderen. Super chill, fucking veel werk. Maar aan de andere kant is het ook weer gewoon leuk om jullie reactie te zien. Let's go! We zijn helemaal klaar om met de video te beginnen. Dames en heren, doe zeker een duimpje omhoog als je het een vette video vindt. En als je het leuk vindt, dan maak ik sowieso meer video's. Ook al komen de examens bijna. Ik ben excited, ik heb er zin in. Let's go! Hallo! Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan wij een serieuze video maken. Wow. Laatste tijd zie ik allemaal van die YouTubers die minder subs hebben, maar die wel video's maken. Zeggen, ik ga vandaag een serieuze video maken. Alsjeblieft, kijk tot het einde. Het wordt een serieuze video, maar kijk tot het einde. Fuck off! Mensen komen naar jouw video's kijken omdat ze willen lachen, gieren, brullen. Haha, zo dingen. Niet om naar jou te kijken hoe je een serieuze ding vertelt over hoe je oma je teennagels aan het knippen was. Nee, mensen willen lachen. Dus ik ga jullie vandaag een serieuze video brengen. Brengen. Op een ludieke manier. Ik ga iets serieus vertellen, maar onserieus. Snap je? Nee. Oké. Dus laatst kreeg ik een pakketje van de post. Wow, wat zit erin? Oh my god, zit er iets in? Wow, ik doe het pakketje open. Wat zit erin? Oh my god, het is een iPhone. Na die video kreeg ik veel tweets en berichten, zo van dit. Oké. Ik ben een YouTuber, ik heb 1 miljoen views per maand, ik heb bijna 60.000 abonnees. Dat betekent niet dat ik 15.000 euro per maand verdien. Dat betekent niet dat ik 1000 euro per maand verdien. Ik verdien niet genoeg om van te leven. Amper. Een deel van het geld komt van mij. Een deel van het geld is nog geld, die ik heb verdiend in de zomer. Geld waarvoor ik heb gewerkt. In de horeca. Als opdiener. Een ander deel van het geld is wel YouTube geld. Weet ik veel. Niet zoveel. Een ander deel van het geld is speciaal geld. En ik ga vandaag over YouTube money praten. Wow. We gaan vandaag praten over dikke stacks. We gaan vandaag praten over fucking dikke stacks. Zeker duimpje omhoog. Het wordt een leuke video. Beetje interessant. Beetje grappig. Beetje serieus. Beetje onserieus. Let's go. Zoals jullie weten, YouTubers verdienen geld. Reclame, bla bla bla. Allemaal andere shit. YouTubers verdienen geld via YouTube. YouTubers verdienen geld via YouTube. Buiten YouTube. Via samenwerkingen. Dan gaan wij dingen doen voor een bedrijf. En daar worden wij voor betaald. Bijvoorbeeld, reclame maken. Dit zijn de beste neusdruppels van het land. Koop ze zeker. 10.000 euro in de pocket. Hey. Wij kunnen meedoen met allemaal zo dingen. En dat regelt ons netwerk voor ons. Ons netwerk. Die betalen ons. Yes. En dat is afhankelijk van je CPM en je RPM. En je views per maand. En het aantal minuten dat mensen kijken naar je video's. En hoeveel advertenties je door je video heen. De lengte van je video's en het aantal minuten bekeken per maand. Wow, Acid, wat ben je ons allemaal aan het leren, man? Ja, ja. We verdienen ook geld van, verkopen van naakt beeldmateriaal van ons lichaam. Let's go. Maar dat doe ik niet. Sponsoringen. Een sponsoring is meestal iemand die jou gaat betalen en dan zeg jij, voor een heel goed gevoel bij seks, koop Durex. Zo dingen. Zij betalen jou, jij doet iets. In mijn geval is dat niet zo. Ik heb een sponsor die mij sponsort omdat hij toekomst in mij ziet. Ik heb een sponsor die mij geld geeft, elke maand, zonder reden. Hij vindt mij gewoon een goede YouTuber en hij ziet toekomst in mij en ik moet niks terug doen. Hij is gewoon chillen dude. Fucking chillen dude. Zijn naam is Ron Verhoef. Hij is een legend. Mede dankzij hem, grotendeels dankzij hem, heb ik dit monster kunnen kopen. Deze bad boy. De andere telefoon wordt vermaakt. En als die vermaakt kan worden, ga ik die aan mijn mama geven voor kerstmis. Nu kan je zeggen, hey Sid, waarom zou iemand jou geld geven en er niks voor vragen? Zo mensen zijn fucking zeldzaam. Ik weet het, het is ziek dat er nog mensen zijn die zo dingen doen in dit moment van de wereld. Dik shout naar Ron Verhoef. Hij is een legend. Hij is gewoon, wow.
Wow, wow, wow. Fucking legend. Dames en heren, als jij YouTube doet, als jij zegt ik ga met YouTube beginnen omdat ik YouTube geld wil verdienen. Nee, dan begin je gewoon al meteen fout. Dan is er geen kans meer op slagen. Dan misluk je gewoon al voor je bent begonnen. Als dat je reden is, doe het niet. Ga weg. Het geld is iets die erbij komt. Dat mag je niet nemen. En vanaf het begin, dat is iets die erbij komt. En soms komt het er niet bij. En soms wel. Het is een bedankje voor jou. Zo van, yo, is het? Hier heb je je stack. En dan krijg je je stack. En dan denk je, yes man, hier doe ik het voor. Dat is niet waar. Doe dat niet voor het geld. Ik doe het voor jullie. Ik doe het voor mijn eigen plezier en voor jullie. Het geld komt erbij en is leuk. YouTube money pomp ik meteen terug in YouTube. Nieuwe camera. Even iets die jullie nooit geweten hebben die ik nu toch ga vertellen. Een paar maanden geleden. G7X. Wat gebeurt er? Ik sta op uit mijn bed. Boom. Klet. Mijn camera lag nog op mijn bed en mijn camera was op de grond gevallen. Deze camera gesneuveld. G7X naar de kloten. Dit ding werkt niet meer. Voor geen meter. De lens komt er niet uit. LED-scherm is helemaal kapot. Let's go. Deze is gewoon kapot gegaan op een random manier. Was gewoon van mijn televisie gevallen of zo. I don't know. Deze is gewoon helemaal, ook helemaal kapot. Die telefoon, I don't know, helemaal kapot. Het geld die ik verdien met YouTube, het geld die ik verdien, pomp ik terug. Het geld waarvoor ik heb gewerkt in de zomer, pomp ik terug in YouTube. Elke keer wat ik verdien, komt terug. En voor de rest, de meeste dingen die ik koop, zijn nog altijd gewoon dingen met het geld waarvoor ik heb gewerkt in de zomer. Was een ferme som geld. Kijk, YouTube money is goed, maar ik financier mijn eigen YouTube daarmee. Niet daar een geldstroom van de andere kant binnenkomt, nee. En elke maand, als ik mijn geld krijg, pomp ik het meteen terug in YouTube en is het meteen op. Let's go. Ik hoop dat jullie dat snappen. Ik hoop dat jullie niet denken dat YouTubers fucking veel geld verdienen. Sommige, ja oké, okay, sommige YouTubers verdienen veel geld. Maar die doen er fucking veel voor. Denk niet dat YouTube easy is. Bewerken, opnemen, ideeën. Ik moet ook nog naar school gaan. Ik verdien niet veel met YouTube. Ik doe er heel veel voor. Ik denk dat dat toch al een beetje de link zou moeten leggen van ik doe het niet voor het geld. Want anders zou ik er lang mee gestopt zijn. Als ik het zo doe voor het geld, dan zou ik echt al lang gestopt zijn. Dan zou ik iets gaan doen waar ik meer geld mee verdien. Maar ik doe dit omdat ik het leuk vind. Snap jullie? Hey, yo, Captain Jack. Ik vind het gewoon echt leuk. Dat is wat ik wil doen. Daarom ben ik ook gestopt met werken. Omdat ik dit wil doen. Dat is leuk en fijn. Hey. En misschien vult dit mijn portefeuille niet zo goed als het andere. Wow, 10 euro. Dit doe ik wel veel liever. En dit is waar ik heel graag toekomst in zie. Dus daarom, ja, YouTube money. Bij deze YouTube money. Oké, dat was weer een praatvideo van deze 3 weken. Doe dit zo 1 keer om het jaar of zo. Dus dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij het nu vet? Doe dat zeker een duimpje omhoog. Ik denk wel dat het een leuke, informatieve, onserieuze, serieuze video was. Dames en heren, let's go. Adios, motherfucking bitches van de bitchesconferentie van de bitches. Dag bitches. Kijk mijn ogen, ze zijn knalblauw. Net zo blauw als het liken op je. Dus like.